beursnieuws. En dat betekent dat ik ga praten met Kees de Kort, macro-econoom bij AVS Capital Management. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, Paul. Kees, als ik zeg Duitsland, als ik zeg 90 miljard, wat zeg jij dan? Ja, dat is, dat is de laatste schatting van de Bundesbank. Dat het Duitse bankwezen voor ongeveer 90 miljard de komende 1, 2 jaar moet gaan afboeken van allerlei bezittingen. Ja, dat geeft aan dat ook in Duitsland en omgeving het nog steeds niet goed gaat. Hè, om het dus heel, heel genuanceerd uit te drukken. Ja, ben je niet gewend, hè? Nee, ik sta internet helemaal stom van Kees daar stil. Maar het is inderdaad een gigantisch bedrag natuurlijk. Dat betekent, als je dan hoopt op herstel en je denkt, nou, dat gaat misschien volgend jaar komen, over 2 jaar. Als je naar deze cijfers kijkt, uitgesloten. Nee, dat denk ik niet. Kijk, dat betekent natuurlijk alleen maar dat die Duitse banken voorlopig nog in de stand staan van heel voorzichtig zijn. Zo weinig mogelijk geld meer uitlenen. Veel meer eisen stellen, want ze weten dat er enorme verliezen aankomen. En ook in Duitsland is een blijvend herstel gebaseerd op toename van de kredietverlening tegen prettige voorwaarden. Dat gaan die Duitse banken niet doen. Geen schijn van kans. Dus ook dat Duitse herstelverhaal wordt hierdoor weer vertraagd. En ook een heel groot verhaal. Grote opening in de Wall Street Journal vandaag en in de Financial Times gaat over Dubai. Hè? De vastgoedbubbel, mag je wel zeggen, op Dubai. Ja, nou ja, ik snap niet dat daar zoveel opwinding over ontstaat. Jij zou allemaal lang aankomen. Nou, daar was het geen kwestie van of het mis zou gaan. Daar was alleen de vraag wanneer het mis zou gaan. Nou, dat is deze week dus gebeurd. Kijk, als je die foto zag een paar jaar geleden, er stonden in Dubai meer kranen, bouwkranen, dat er mensen woonden. Nou, dan weet je één ding zeker. Dat moet gewoon misgaan. Het is alleen een kwestie van wanneer dat gaat gebeuren. Nou, ja, en in Dubai ook alles met geleend geld. En dan maar hopen dat het goed gaat. Nou ja, als je dan allerlei mensen niet meer gaan terugbetalen, dan ontstaan er in een strak tempo groot probleem. Dus dat is nu weer een kwestie van wie gaat welk verlies nemen. Maar waar het om gaat, ook weer hier, is voor het sentiment, hè, dat vastgoedproblemen, bank in de problemen, dat is natuurlijk voor het herstelsentiment ook al niet goed. Hè. Iedereen wordt voorzichtiger, iedereen gaat om zich heen kijken, gaat niet meer dingen doen, maar gaat wachten en sparen. Voor het vertrouwen zeker niet goed, precies. Maar uiteindelijk wordt het wel links of rechtsom, het wordt geregeld. Als het altijd gaat. Dat is zeker waar. Maar en uiteindelijk, dat is altijd zo, komt het ook allemaal weer goed. Alleen de grote vraag is, hoe diep wordt het dal en hoe lang gaat het duren? En met dit soort verhalen over 90 miljard in Duitsland in 1, 2 jaar, grote verlies in Dubai, dat betekent dat het dal waarin we terechtkomen alleen maar groter wordt en dat het ook langer gaat duren voordat we eruit komen. Nou, past in deze lijn ook het verhaal natuurlijk over die overheidsschulden. Het onderzoek blijkt dat die zijn gestegen met 45% in de afgelopen 4 jaar. Ongelooflijk, ja. Goed, we weten allemaal dat de overheden echt zwaar hebben ingezet om de terugvallende economie te keren. Nou, dat is wel gewerkt. Dat heeft wel gewerkt. Maar met al die steunmaatregelen, al die kapitaalsinjecties, al die garantiebepalingen, nou, je schreef het zelf aan, de uitstaande overheidsschuld is gestegen met 40-45% in een paar jaar tijd. En als je dan kijkt, wat hebben we daarvoor teruggekregen met elkaar? Nou, eigenlijk alleen maar dat de wereldeconomie niet meer in een recessie zit. Wat hebben we nog meer gekregen? Wat lange termijn problemen natuurlijk. Hè? Want hoe gaan wij die schulden terugbrengen? Wie gaat het allemaal betalen? Wat zijn de toekomstige consequenties van het terugbrengen van die schulden? Kortom, allemaal hele vervelende vragen waar ik niemand over een antwoord op geef. De name of the game was, gooi je geld tegenaan en we zien wat schip stand. Nou, dat schip, dat wordt een heel verhaal hoor. Ik heb nog één vervelende vraag voor jou, Kees. Namelijk, haalt Salm de kerst? Nou, ja, het is natuurlijk ongelooflijk dat die zalm die wordt nou afgerekend op wat dingetjes bij de Dirkbank. Kleine dingetjes eigenlijk. De punt is natuurlijk van, Salm had nooit benoemd mogen worden als directeur. Want we hebben het over een van de zwaarste en moeilijkste, ingewikkeldste banen in de financiële wereld in Nederland in een hele lange tijd. En dan gaan we iemand benoemen die 1 jaar of 2 jaar als bankier gewerkt heeft. Dus die benoeming, dat was de grote fout van Salm. En niet zozeer dat hij bij Dirk niet zijn vinger op heeft gestoken en heeft gezegd van jongens, moeten we dat wel doen. Dat is een ethisch probleempje wat achteraf gezien opgeblazen wordt. De fout is eerder gemaakt, hij had nooit benoemd mogen worden. Dankjewel, Kees de Kort, macro-econoom van AFS Capital Management.